Yo mensen van Golden Power Productions en welkom bij een nieuwe aflevering van Daylight. Het leukste spel, het vrolijkste spel en het beste spel ooit. De vorige video hebben we gewoon fucking meer dan 100 likes gehad. Dat is te cool. Oh nee, dat ligt het uit. Oh, het gaat weer aan. Oh, niks aan de hand. Hij gaat weer aan. De vorige video hebben we 100 likes gehad. Ik bedoel, what the fuck? Daar had ik dus ook om gevraagd en het is fucking cool dat jullie allemaal naar deze serie kijken. Want daar ben ik echt oprecht heel erg blij mee. Want ik vind dit zelf ook een superleuke serie. Dus, ja mensen, ik vind het fucking cool dat jullie allemaal kijken en vandaag gaan we lekker verder. Maar eerst, let me take a selfie. Ik heb een telefoon, jongen, dan moet je selfies meenemen. Je weet toch, oké. Hier waren we de vorige keer gebleven. Hij heeft hem niet goed opgeslagen, want dit werkt met checkpoints. En ik was nog niet bij een checkpoint, dus ik wou van de vorige aflevering opnieuw moeten spelen in mijn vrije tijd. En ik kan je vertellen, dit spel is fucking eng als je er geen commentaar over geeft. Dus ja, maar hier waren we dus gebleven. En het leuke is, dit spel heeft dus... iedere keer als je het opnieuw speelt, dan krijg je random andere dingetjes in het spel. Dus ik liep net door die gang daarnet. En toen kwam er in één keer een of andere fucking lamp door de gang rijden of zo, weet je wel? Maar dat soort shit, dat is fucking cool. En hier stond de vorige aflevering in kast en die staat er nou niet. Dat is raar. Of was ik hier nog niet geweest? Ik heb geen idee waar ik ben eigenlijk. Volgens mij ben ik hier nog niet geweest. Volgens mij... Ik heb geen idee. Het zal wel. Eindbrief? Ja. Waarom stopt de muziek? Waarom hoor ik dingen? Wat een neuk is dit! Inderdaad. Hé, hey, een boek. Wow, het is een boek! Oh fuck. Nee, doe de deur dicht. Close de deur. Wat? Nieuws. Ik heb een teddybeer! Oh, een filmpje. It began with infection. A black veil of sickness. Wat dat neuk. Disease and despair, sudden and swift. Ja. Oh, ik bekijk de teddybeer. Ik heb een vriendje! Wat? What the hell? Ja, zeg dat wel, Sarah. Can it be? Ja, wat? Maar joh, iemand heeft keihard grote scheid. Iemand heeft zitten scheiden in deze hoek. Oh, gezellig. Iemand ziet me. Fucking vet. Weet het ook leuk is? Gisteren wilde ik dus ook gaan opnemen. Maar toen durfde ik eigenlijk niet. Dit is fucking creepy, mate. Ik zweer. Maar goed, ik weet niet wat de fuck ik kan doen, maar eigenlijk. Dus we gaan terug! Oh, ja. Hierheen. Oh, scheiße. Oh scheiße, die licht gaat uit en zo. Waar moet ik eigenlijk naartoe? Ja. Niemand geeft me een aanwijzing of zo. Dit is toch allemaal gewoon lekker deze gang weer in en zo. Ja, lekker deze gang in. Ik ren gewoon, want ik heb scheid. Oh nee, ik hoor iemand rennen. En ik ben het niet. Het zit achter me aan. Het zit achter me aan, sowieso. Het zit... What was that sound? Je moeder. Ja, wat is dat sound, bro? Doe de glowstick. Oh, ik hoop een... Oh, dit is de key die ik nodig had. Daarnet. Fucking flippies. Oh, shit. Moet ik hierheen? De vorige aflevering, weet je nog? Toen hadden we een of andere key nodig. Ja, je... Man. Dus toen die ene vent... Die had er tegen mij loopt te lullen. En shit. God, ik hoor iemand! Hou je bek dicht en ren! Ik heb geen idee waar ik ben. Oh, ik heb een map op mijn telefoon. Jij bent slim, Jos. Ja, dankjewel. Ik zit even te kijken waar ik heen moet, hoor, want ik heb echt geen idee eigenlijk. De vorige aflevering waren we hier. Oh, daar komen we niet in. Hier? Oh, hier, een deur. Ah, oui, c'est la deur! Het is een deur! Oké. Okay. Oh, scheisse. Ik hoorde iets. Jullie waarschijnlijk ook. Het is hier een beetje donker, mensen. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, nee. Iemand loopt op de deur te kloppen of zo. Hé, hier ben ik nog niet geweest. Ik liep goed. Woe! Yeah. Ik liep goed. Of niet? Nee. Dit is het begin. Oh, my god. Ik verneuk het. Oké. Okay. Maar we hebben wel weer een glowstick erbij. Ik heb echt geen idee. What the fuck?
Heb ik hier nog een map of zo? Oh, zo. Oké, we moeten... Oh, rechtdoor. En dan de tweede links. Want we moeten daar naar het groene stukje toe. Dat is wel zo handig, zo'n telefoon. Kan ik ook even mijn Twitter bekijken? Of een selfie nemen? Oké, we gaan weer verder. En als je denkt van, Jos, mag je dat liedje wel gebruiken? Het is een remake van het liedje, dus ja, dat mag. Is even kieken. Oké, dat was nog niet de linkse deur die ik moest hebben. Oké. Het is toch wel handig als je zo'n map hebt, want ik loop de hele tijd verkeerd. Dat is niet cool. Weet je wie nog meer niet cool is? Je oma. Nou, dat is eigenlijk wel waar. Nee, waarom vraag je dat nou de hele tijd? Je bent echt gek, wijf. Oh. Hoe doe je die met... Oh, ja. Ik heb die controles nog niet. Helemaal onder de knie. Of boven de knie. Of weet ik veel. What the fuck? Holy shizzle. Oh my god. What the fuck? Ik schrok. Maar eerst... Let me take a selfie. Oké. Oh, fuck. Ik schrok een beetje. Is dit een bar? Ik wil bier! Oh, hij slaat op. Dat is toch wel een... Een mooie vooruitgang in dit verhaal. En omdat hij nu heeft opgeslagen, denk ik dat ik deze aflevering even stop. Zodat ik de volgende keer verder kan spelen. Tot het volgende save point. Dus iedereen bedankt voor het kijken. En als je me net aan het uitlachen was... Fuck jou! Druk op het groene duimpje. Ik hoop dat we weer iets van 100 likes kunnen halen of zo. Of 80 of zo. Dat is ook wel nice. Ik vind het echt leuk en fucking eng. En ik zat gisteren echt wilde ik opnemen. En toen zat ik zo te spelen. En toen was ik na 2 minuten zo van... Ik stop. Anders ruk ik mijn ogen eruit dan. What the fuck was dat zo daarnet? Ik heb geen idee. Misschien was het mijn oma omdat ik er net beledigd heb. Maar goed. Mensen, bedankt voor het kijken. Ik ga er vandoor. Later! Oh, ik moet net die koptelefoon afzetten, want anders ruk ik heel mijn laptop van de tafel af. En dat is niet handig, want dat ding was best wel duur. Doei.